En ik ga iets heel, heel slechts doen. Goedemorgen, het is vrijdag en ik heb heel gek, ik moet niezen. Maar dat komt ook niet. We zijn weer met Mila, want het is vrijdag. En deze twee dames gaan over een paar minuten naar school. Ik ben hoog. Ja, Mila is groot, maar Mila is ook anderhalf jaar ouder, mop. Dus ik ga even de laatste spullen van Sarah in de tas doen en dan gaan we... Oh, Sarah. Mila, ik weet niet of jij het al weet, maar jullie hebben geen gym. Dat weet je. Dat weet je, want de juf is ziek. Ja. Maar weet jij het nu ook, dus hoef ik geen gym pas mee. Zelfzielig. Ja, zielig hè. Het is echt een ramp. Ja, het is maar ziek. Gewoon ziek. Maar iedereen is ziek toch? Echt, ik zeg het volgens mij elk jaar, maar dit jaar is het zo extreem. Iedereen is gewoon ziek. Iedereen die ik ken, en niet alleen één uit het gezin, maar iedereen met alle kinderen, papa's, mama's, iedereen wordt ziek. Maar goed, we gaan even opschieten en dan gaan jullie naar school. Is dit mooi? Ja. Lady girls. Kijk, dames. Het zijn ladies, dames. Kunnen jullie? Ja. Voor deze dag. Goedemorgen. Nou, mij is uit school en ik heb boodschappen staan. Daar had ik niet heel veel nodig, maar wel vast meegenomen voor Sarah's verjaardag. En dit is echt de meest onverwachte hoek ever. En dit gaat niet. Nou, daar gaan we wel heel vast. Ik ga nu beginnen met de vriezer. Er staan nog een paar dingetjes in, maar hij is nagenoeg leeg. Die ga ik helemaal leeg halen. En dan ga ik hem ontdooien. Dat ook weer raak ik een ander lijstje af. Dat is ook wel fijn. Ik ben lekker de goede kant op aan het richten. Want met de verjaardag heb ik ook wel een dingetje nodig. En zo. Die is leeg. Die mag open blijven. En dan moet ik even kijken. Zo. Ontdooitijd. Dus met zelfs verjaardag moeten er ook weer allemaal dingetjes in. Moet mini pizzaatjes halen voor met het kinderfeestje, want dat is met eten. En dan wil ik allemaal fingerfood-achtige hapjes. Want dat is gewoon makkelijk als de kinderen aan het discoën zijn. Dat kunnen ze gewoon pakken, dus mini pizzaatjes. Vorige keer had ik kleine kippies en ik had van die aardappelwafeltjes, allemaal dat soort dingetjes. En dat ging goed. Oh ja, komkommer natuurlijk, snoeptomaatjes. Nou, noem het maar op. Dat is allemaal heel populair bij de kinderen. Ze eten waanzinnig goed en ze hebben geen bordjes of iets nodig. Ja, dat moet allemaal dan wel in de vriezer. Dus ik wil hem wel graag helemaal even leeg en schoon. En als je dichtvriest, heb je toch altijd net iets minder ruimte. Dus dat kan dan na vandaag ook van mijn lijstje. En ja, ik ben alweer gaan zitten. Ik ga eerst even thee zetten. Ik kom heel goed uit mijn borden. Ik ben echt nog niet wakker, zeg maar. Ik slaap echt de laatste week gewoon heel netjes qua uren. Maar ik lig in zo'n verschrikkelijk diepe slaap elke keer. Dat ik zo verschrikkelijk veel moeite heb om uit die slaap te komen. Ik weet niet wat het is en waarom het is. Maar dan heb ik gewoon in de ochtenden best wel veel last om even wakker te worden. Terwijl als ik eenmaal wakker ben, ik ben hartstikke goed uitgerust. Dus dat is het probleem verder niet. Alleen even dat wakker worden. En ik kan nog echt die zooi. Die kamer was helemaal opgeruimd. En die meiden zijn 10 minuten aan het spelen geweest. Nou, het ligt overal. Op de bank. Op tafel. Op de grond. En op de kast. In de boekenkast. Hier weer op de grond. En zo kan ik nog even doorgaan. Ik zie trouwens ook dat mijn batterij gaat knipperen. Dus ik ga hem gelijk even opladen. En ik ga toch weer opruimen en ik denk niet dat jullie het voor de 10e keer willen zien. Mocht dat nou wel leuk zijn, laat het even weten hieronder.
dan hou ik daar in het vervolg wat meer rekening mee. Maar ik heb denk ik wel aardig wat van dat soort stukjes gefilmd de afgelopen week. De camera is alweer zo goed opgeladen. Ik heb zelf lunch gemaakt. De vries is heel mooi aan het ontdooien. Oké, ik begin helemaal te smelten en er tussendoor af en toe gaat het kloppen. Kijk, valt het er zo uit. Laat allemaal die lades komen en die gooi ik daar dan leeg en dan ga ik hem daarna schoonmaken. Maar ik heb nu toch eerst overblijf, dus dan kan deze even lekker door ontdooien. En dan hopelijk dat hij zover is als ik thuis kom. Maar de bovenkant duurt altijd langs en die is nog wel erg vastgevroren. Oh, ik film echt altijd het plafond ofzo. Ik ben net weer thuis en ben wat aan de late kant. Dus eerst even kijken. Nou, de vriezer gaat heel goed. Zelfs de bovenkant. Kijk of ik het kan laten zien. Dit is al het laatste stukje. Nou, hier zit nog wat ijs er langs. En wat ertussen, maar hij is nagenoeg al ontdooid. Na school hebben we zo eerst zwemles, dus hij moet daarna gewoon klaar zijn. En dat is wel fijn, want dan kan ik gewoon onder het koken schoonmaken, droogmaken en weer aanzetten. En dan kan ik dat, dan kan ik ook mijn boodschappenlijstje, dingen voor in de vriezer en alles gaan doen. Dus dat is top. En dan ga ik kijken of ik er al aan kan beginnen, want ik zit lekker te richten weer. Ik heb bedacht dat het volgende project de meterkast en keuken zijn. Dat klinkt als een rare combinatie, maar dat valt mee. Want ik heb nu wat schoonmaakspullen zeg maar, in de meterkast en in de keuken. Dus dat moet allemaal gewoon op één plek komen. Eigenlijk denk ik in de meterkast. De keukenkasten staan zo vol, dus dat moet ik gewoon allemaal even reorganiseren en zo. Ja, dan is dat hopelijk ook af. Ik vind dat zo lastig, want je hebt natuurlijk je gewone bakjes en bekers. Maar Sarah heeft ook allemaal zoveel bakjes en bekers. En dat neemt ook gewoon echt een hele kast in beslag. Dus ik ga daar gewoon eerst denk ik even over brainstormen hoe ik het wil doen. Ik heb gemerkt de afgelopen dagen, als ik een beetje een idee heb hoe ik het wil doen, vind ik het makkelijker om aan de slag te gaan dan als ik gewoon lukraak begin en te uittrek. En dan denk van, oh ja, maar hoe ga ik dit nu doen? We zijn opgehaald uit school en we zijn onderweg naar zwemles. Ik sta weer eens stil voor een stoplicht en het duurt echt lang. Ik ga heel de dag lief zijn. Ik heb Sarah geleerd dat je altijd heel lief moet zijn voor het stoplicht, want dan wil die op groen. Echt waar. Ja. Ik geloof het. Ja. Ik ga niet aan mijn bed. Hij gaat op groen. Zie je, het werkt nog steeds. Ik beloof het echt. En ja. Hij gelooft het echt. Ja, het stoplicht geloof je. En gelooft die het ook gelijk. Ja. Ik ben er wel blij om, want ik wilde per se even tanken voor zwemles. Na zwemles moeten we ook even snel naar de Lidl daar. Die zit daar vlakbij. Want daar hebben ze gewoon wat dingetjes die ik graag daar heb. Omdat ik ze lekker vind. Maar bij mij in de buurt is die weg. Hij zit voor mij echt alleen maar op rotplekken verder waar ik niet kom. Waar ik echt speciaal helemaal naartoe moet rijden. En dan ben je zo lang kwijt. Kijk eens. Echt 2-3 dingen te halen. We staan voor de brug. En ik heb een busje voor me. Dus ik zie niet wat er voor me gebeurt. Maar ik zie net over de andere banen, zie ik politie daar naar voren rijden. Best wel hard. Dus ik heb het gevoel dat er iets gebeurd is en dat we hier misschien nog wel even staan. Maar ja, als dat inderdaad zo is, Sarah moet dus over 7 minuten in het water liggen. Dus dat zou niet zo fijn zijn. Ik heb ze wel al half laten omkleden. Dus ze heeft de onderkant van de badpak al onder de rokje aan en de maillot. Liep je in de tassen? Ja. En die schoenen aan? Nee, maar ik kan er niet bij. Ja, je had ze net in je handen, je schoenen. Ja, ze je hebt ze op de grond gegooid. Doe maar. Nee, nee, hoeft niet. Hoeft kan je erbij? Ik kan er niet bij. Ja, we staan nu nog stil en er rijdt nog niks aan de andere kant. Dus je kan nu de gordel nog af om het te pakken. Net terug uit zwemles. Ik kon er vandaag echt niet filmen, want je had gewoon echt geen zicht. Ik heb het zelf bijna niet kunnen zien. Heb je een rode en we zijn nu in de verschrikkelijke drukte. Ja, ik zie het. In de verschrikkelijke drukte hier op weg naar de Lidl. Oh, ik heb er echt gewoon geen zin meer in. Als ik zo moet rijden. Op stapvoet. Maar ja, nu ben ik in de buurt. Precies in de regen. Ja, maar dat valt mee. We hoeven heel weinig te lopen. Je kan hem heel vlak bij de deur parkeren. Ja, loop maar door. Rechtdoor.
mini-pizzatjes halen. Moet je ze nog naar voren halen? Ja, daar naar dat vak. Naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. Grappen maken, hè? Even kijken. Oh, hier. Deze. Hier, we zijn er. Die, voor ons. Papagello. Oké, papagello. Papagello? Thuis, dus gelijk nu de vriezer droog maken. Want ik heb natuurlijk al dingen meegenomen die erin moeten. En dan kan hij gelijk aan. Hij is echt, echt wel heel netjes. Hij is eigenlijk helemaal niet vies. Dus alleen een beetje nat hier en daar. Dat is perfect natuurlijk. En er komt echt wel, je hoort het al, hele bak water uit. Dit is, ik had net die andere twee al leeggegooid. Dit is de kleinste, daar zit het minste in. En nu echt heel snel gaan koken. Want met alle drukte en verkeer is het gewoon nog best wel laat. En terwijl ik aan het koken ben, is Sarah helemaal happy met haar vitamines boek. Ja, en die is de stickers nu zelf aan het plakken. Je doet het helemaal zelf. Oeh, oeps. Ging bijna fout. Maar hij plakt het niet. Weet je nog? Dat ken ik. Maar weet je nog waar die moet nu? Ja. Jawel, dat is een beetje afgeleid. Ben ze ondertussen onder het koken maar even aan het helpen en ze op volgorde aan het leggen. Want ze werd helemaal gek van het heen en weer bladeren. En dat snap ik ook wel. En dan doe ik ze op nummer voor je. Dat was makkelijker. Maak jij maar net stapeltje met de nummertjes allemaal naar boven. Dan doe ik ze op volgorde leggen voor je. En dan kan je zo precies zien wat je hebt. Maar je was het verder toch al zelf aan doen, dus ik was toch wel trots op je. Dus dit is met vier, heel veel viertjes hier. Vier. Dit is ook vier. Oh, 1 en de 8 eigenlijk. Hier. Ja, nu ben ik ook met de 4. 8. Zo. Dit is 3. Dit is 2. Dit is 7. Ja, maar je kan beter dezelfde nummertjes bij elkaar zoeken. Want dit is 8. Dan moet ik nog elke keer kijken. Is dat 8 en 8 bij elkaar? Dit is 8 ook. 8. En die is 3. Kijk, en dan ga ik hier beginnen. En we hebben nog. Oh, en dit is 3. Dan kan je helemaal naar het begin van je boek. Oké, heb je. En dan kan je zo op volgorde. Nee, dan kan je zelf kijken. We hebben zo gezellig samen een film gekeken en ze hebben heel erg fijn liggen knuffelen. Dus dat was echt een hele fijne avond. Het is trouwens echt gelijk donker. Het gaat er zo snel opeens, zo voor donker. Hi! En ik ga thee zetten nu en ik ga iets heel slechts doen. Namelijk... Ik zag hem vanochtend liggen en het water liep in de mond en ik had zoiets, oh, niet goed, maar ik wil dit. Oeh, ik heb hier zo'n trek in. Ik wil altijd op papiertje heel houden, maar dat vind ik soms zo gedoe. De ene keer lukt het heel goed, maar dan kan ik hem er weer netjes in doen en dan blijft de chocola toch beter, vind ik. Maar of dat nu gaat lukken. Deze zit echt aan je randje. Ben ik de enige die dat heeft of doen jullie dat ook? Dat de at gewoon netjes weer in kunnen. Ik vind dat je chocola dan niet van die rare plekjes krijgt. Met praliné in de binnenkant. En echt, ik ben zo gek op praliné. En ondertussen, even tijd. Ik speel deze app natuurlijk elke keer. En dan heb je heel leuk de Daily Challenge. Dus vandaag vrijdag.
En dan krijg ik 3 dagpuzzels. Je kan ook gewoon elke dag losspelen. Deze zijn ook vaak wat moeilijker dan die andere. Dus ik ben benieuwd. De ene keer los ik ze zo op en de andere dag denk ik zo. Waar ben ik aan begonnen? Dat is heel wisselend. Nou, deze valt tot nu toe nog wel mee. Ik heb niet de hele reep opgegeten, dus ik ben heel trots op mezelf. En ik was begonnen met in die kast kijken, maar echt. Het is echt zoveel uitzoeken weer. Echt allemaal van die dingen waarvan ik echt geen idee heb hoe ik het beter kan gaan indelen. Dus ik loop elke keer een beetje nutteloos alle laadjes in één open te trekken. En weer te sluiten. Allemaal van die random dingen. Dit is wel. Ik kan maar weer schrijven. Ik heb van die geurdingetjes voor in de stofzuiger. Wat ik gebruikte ik altijd en nu al een hele tijd meer. Dus ik dacht dat ik ze niet had. Ja. Die is open en ik heb er dus nog 3. Dus ik heb ze dan wel. Ja, ik denk dat ik dit echt morgen gewoon pas ga doen. Want ik moet zoveel gaan reorganiseren hiervoor. Ik heb de kamer weer aan kant gemaakt, vaatwasser aangezet. En nu ga ik lekker maar een beetje in. En, oh ja, ik wou zeggen, ik ben nu alles wel scherp. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Oh, doe je even mee? Zeg maar dag allemaal. Daar, hier. Kijk. Ja. Doei, doei. Tot morgen.